Goedemorgen. Dit is een bericht van Andy Egberts. Ik wil iedereen waarschuwen. Mijn vader Cor Egberts ligt op dit moment op de intensive care te vechten voor zijn leven. Ik wil in ieder geval iedereen op deze manier op de hoogte brengen. Pas op met naar buiten gaan. Pas op je buik met naar een supermarkt gaan. Die man is een paar keer de deur uit geweest. Die zit altijd gewoon in zijn tuin. Hij ligt aan de beademing. Het gaat helemaal niet goed. Het is geen gewone griep, jongens. Het is geen griep. Ons leven is werkelijk waar in een hel veranderd. Dus mijn moeder hoest, is het net alsof er, weet je wel, alsof ze water op zit te hoesten. De kat die is zelfs doodziek. Maar we gaan ervan uit, weet je wel, dit is een wereld waar je mijn kracht en hoop moet delen. Hij ligt momenteel in het Icacia ziekenhuis. Waarin we alle steun en hulp kunnen gebruiken. Maar denk vooral ook aan jezelf. Wees veilig. Weet je, ga niet naar buiten als je niet naar buiten hoeft. Weet je, door het 100.000 keer gezegd. 10 maanden geleden clean geworden. En nog steeds. Daar ben ik heel erg trots op. En kan er zijn voor mijn familie. In plaats van egoïstisch aan mezelf te denken. Maar ik hoop ook dat dit bericht bij mensen realiseert dat je er kan zijn door afstand te houden. Dat je er kan zijn dat het niet egoïstisch is om niet te omhelzen of om niet naar iemand toe te gaan. Want je weet niet of je een drager bent of dat je het aan iemand anders geeft. Als je het lief hebt, houd dan de afstand. Blijf thuis. Als je ergens loopt of weet je raakt iets aan. Zo zie je maar, weet je, ja, we staan op het punt om hem te verliezen, letterlijk. En de dappere mensen uit de zorg, die zijn weer bezig, weet je, en keihard voor hem aan het strijden. En hij strijdt zelf ook voor zijn leven. En het is verschrikkelijk, iemand die zo sterk en zo krachtig was en zo eigenwijs. Hij wilde niet eens naar het ziekenhuis, hij wilde gewoon lekker naar huis. En ja, het ligt aan de beademing en als het nu nog zo verder gaat, dan gaan ze hem in coma brengen en dan hebben jullie de beelden gezien. Maar we gaan de hoop houden dat we het niet alleen kunnen in de wereld en dat we eigen wijsheid naar nederigheid gaan. Het is natuurlijk ook risicovol wat wij het gevoel hebben, enerzijds in een ziekenhuis. Maar anderzijds ja, kunnen we ook dit soort dingen, zijn we niet kundig genoeg voor. Het zijn allemaal angsten wat we hebben. Maar op een gegeven moment moet je ook vertrouwen hebben en hoop. En ook dat hebben we. En pas het niet alsjeblieft op jezelf. En wees veilig. Dat vooral in deze bizarre tijden. Ook rust en kalmte is ook heel erg belangrijk. Blijf in ieder geval met elkaar in contact. En via deze wijze wilde ik op de hoogte stellen. Dat het niet zomaar een griepje is. Het is wel degelijk, is het heel erg een feit. En het is tastbaar voor iedereen. En het is hier in Rotterdam. En het is geen televisieverhaaltje. Echt niet. Echt waar. Niet pas op jezelf.